Jullie kennen toch allemaal Uri Geller, hè? Ja, het is een beetje een homo. Ja, nee, weet je, dit hele nieuwe Uri Geller gedoe, daar kijk iedereen naar, hè, op een gegeven moment, wat er nou was. Die gast, die heeft praatjes. Hij zegt dat hij een gaaf heeft, dat als je zijn handen aanraakt, dan gebeuren de meest rare dingen, hè? Maar hij weet niet dat ik die gaaf ook heb. Ja, oké, als jullie nou allemaal even je armen omhoog doen, ja? Wijs maar naar voren, nee. Ook de kijkers in de green room, ja? Je vingers naar voren. En kom gewoon naar het beeld. Raak maar aan. Dat is allemaal maar naar mijn tepels. Ja? Oké. En kunnen de tafels gaan vliegen? En kunnen de stoelen gaan zweven? Je kunt zelf een acute hartstilstand krijgen. Ja? Dat weet ik niet. Bel, mail, sms of mms. Ik zou graag de reactie willen weten. In ieder geval. Ik zeg 1, 2, 3. En wij zeggen allemaal... Ongelooflijk. Dames en heren, daar zit hij hoor. Roe even weer. Ja. Zo, het zijn de tepels. Nee, hoe heet het? Uri Geller is best spiritueel, weet je wel. Ja, ik denk ook eens na over het leven, hè. Over leven na de dood en dat soort dingen. En ik geloof zelf dat iedereen hier op aarde een kleine betekenis heeft dat je hier bent gezet, weet je. Dus dat, om een voorbeeld te noemen, toen mijn broertje was geboren, precies 9 maanden daarvoor, hetzelfde tijdstip, hetzelfde dag, was mijn opa overleden. Het is zo mooi. En je zou denken, joh, het is een godswonder, maar mijn broertje is lelijk. Lelijk, man, hij werd geboren en zo. Wat? Ja, dat was mijn broertje. Laat maar als je dat niet uit je gezicht, hebt, betekenis dat je hier op aarde bent gezet. Jan-Peter Balkenende. Hij is hier niet op aarde gezet omdat hij minister-president moest worden. Dat weten we allemaal, maar als je dat in je achterhoofd hebt, hè? God heeft toch ook wel eens diarree? Spetterpoep waar je niks aan hebt? Van Jan-Peter Balkenende en het hele kabinet, zo'n Nederland. Nou ja, op een gegeven moment durft God natuurlijk niet meer door te trekken, want dat ligt er al 50 jaar. Nee, ik ga het even over iets anders hebben. Ik bedoel, ja, ongeveer de eerste keer dat ik stem kon niet doen, hè, en dan moet ik het toch even over mijn leeftijdsgenoten hebben. Van de puberteit. Ja, ik ben nu mee klaar. Nou, oké, ik ben klein, ik heb nog geen baard in mijn keel, maar ik zie hier wat kleine mannetjes zitten en het is altijd leuk om te zien. Ja, weet je, het is gewoon de puberteit. Alles begint vroeger, hè, met seks. Vooral op het gebied van seks. Ik bedoel, kleine mannetjes doen het allemaal met vriendinnetjes. Maar het is leuk, want ik heb nu ook best wel een tijdje een vriendin. En we zijn op een gegeven moment toe aan iets nieuws, hè. Dat ken je wel. Nou, waar ik dan naartoe ben is iets creatiefs. Ik wil iets maken. Nou, ik heb echt iets heel leuks met haar gemaakt. Je bakt een tafel, hè? Dan leg je haar naakt op. Pak je slagroom. Spuit je haar helemaal onder. Leg je de slagroom erop. Nou, sexy aan, jongen. Chocoladesaus. IJsbolletjes. En dan heb je daar gewoon een 1,60 meter lange Daan Bluis. Nu komt het mooie. Dan moet je nog aflikken. Maar ja, ik had hem eigenlijk best wel veel gegeten, dus zij ging gewoon douchen. Maar wat ik zeg, hè, in de puberteit en seks, als je niet aan seks doet, dan speel je met jezelf. Oké, jongens, wie speelt hier te veel met zichzelf?
Nou ja, niet zo preuts. Kijk, als we geen vingers gaan opsteken, ga ik er zo weer aanwijzen. Ja, oké, okay, jongens, dit is echt voor de mannen. Niet doen. Je bent op een leeftijd dat je dingen moet gaan ontdekken. Je bent op een leeftijd dat je... Ja, je moet er wijde wereld in. Er zijn andere dingen dan je rechterhand. Of je linkerhand. Dank u wel, mevrouw. Ja, ja. Nee, ik ben hier niet om jullie voor schut te zetten. Ik ben hier om jullie te helpen. Dus kijk gewoon even naar. En weet je wat nou het leuke is? De eerste volgende keer dat jullie met jezelf spelen, denk je aan mij. Dus kindertjes, allemaal wel trusten. Ik zie jullie bij de volgende beurt.